Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Zonnepad. Ik ga nu even naar beneden. Even lekker bijten en een kat zit boven. Dat ze mag niet. Hij. Kijk dan gewoon naar beneden kan lopen. Het lukt. Een beetje vervelend. En klein natuurlijk. Ga ik even eten en dan even naar de winkel. Dan werken. Wat jullie allemaal. Had ik steen en steen koud. En ineens komt er een lekker zonnetje en ik heb ineens zo'n lekker minder koud. Daar ben ik blij mee. Ik hou niet van kou, ik hou meer van zon. Ah, niet van strand hou ik ook niet van. Maar dan weer meer zwembad. Dus, ja. Nu even richting mijn moeder, wat ik al zei. Daar even lekker even melden. Hallo. Ik heb eindelijk nieuwe werkprogramma. Wat ik nu heb bewerkt, dat is dan deze video. Ik hoop dat jullie dit beter vinden. Dus, ja. En ik had trouwens mijn moeder gebeld, maar die reageert het niet. Mijn bericht. Ik had gezegd, wil je me bellen? Reageert ze niet. Ja, jammer. Dus omdat ik te wou melden dat ik niet kon werken en eten, want ik zit dan met mijn werk van 5 tot 8 werken, wat ik al zei. Dus ja. Ik kan een beetje rare tijd, maar ja. Voor je werk moet je alles over hebben. Dus dan maar 5 tot 8. Oh my god, ik liet de boer. Oh mijn god. Ik ben echt onderschopt. Je moet geen boel laten. Jongen. Sander. Stout. Sander. Maar ja. In mijn computer deed het trouwens ook een beetje raar. Want ik wou de oude even nog gebruiken. Maar dat deed raar. Ik klik erop. Komt de beeld niet in het scherm. Toch oké. Nou. Nog een paar keer klikken. Nog steeds niet. Toch. Nou, dan ga ik even opnieuw opstarten. Kijk dat hij nou abonneert. Thuis gekomen. Nu lekker op de computer. Even kijken hoe die hit dinges werkt. Maar ik snap nog niet helemaal. Dus ik moet nog dingen een beetje even uithogelen. En ik heb vandaag andere tijden gewerkt. Wat ik al had gezegd. Van 5 tot 8. Ik heb al vroeger tot 8 gewerkt. Dat was op zaterdag. En dan moest ik altijd koppen vullen. Wat is koppen vullen? Nou, wat allemaal nieuwe actie is. Bijvoorbeeld honig is in de actie. Dan moet ik allemaal vast neerzetten op de koppen. Bij neerzetten. En dan worden die verkocht. Zijn dan iets goedkoper dan normaal. Maar ik dacht gelijk aan de oude tijden. Dat was hartstikke leuk aan de. Zo lang geleden dat ik dit alweer gedaan heb. Dus. Ik dacht. Ja, dat heb
vond ik echt leuk om weer te meme te maken, om weer tot het einde te werken. Dus. Ja, en dan nu even uit de vogel, want die film werkt. Nou, ik heb een helemaal andere knie. Ik ben er blij mee, ik heb helemaal andere knie, hoe het alles werkt. Dus ik hoop zo erg dat ik... Dat jullie vinden dat ik een beetje vooruit ben gegaan. Want ik heb een beetje alles proberen te kijken en daar leer ik juist van. Dus ik hoop dat alles is gelukt. Maar wat ik ook wil zeggen is... Leuk dat jullie gekeken hebben. Ik hoop dat jullie deze weer beter vinden. Vergeet niet hier beneden te abonneren. En vergeet geen duimpje achter te laten. Veel kijkplezier naar een nieuwe vlog en betere vlog.